Hier op Wenszorgcentrum Talma staat in heegsteende stuurmeesten. Vanwege een opvallend soort gevallen van kanker in de omjouwing, moet je bewenners haar grote zorgen. Gerben Postema had een strielingsmeter gekocht. Ik zie vrouw is slim ziek. Maar de strieling voldocht onder norm. Nou, niks aan hand dus. Nou, was dat maar zo. Ja, je hem denken van wel, hè? Ja, wij vermoeden het wel. En er zijn ook heel veel wetenschappelijke rapporten die dat bevestigen. Alleen, wij zijn geen medici, wij zijn leken. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat strieling de oorzaak van deze kankergevallen is. Maar omdat er een soort onrest is in Heeg, had het dwarpsbelang, krijgt als Postema bezwier maken. De aanleiding is nou wel dat het plat gaat, Talma, en dat er dus een tijdelijke mest plaatst wordt, wat wij direct bezwierzien maken. Maar we maken direct bezwierzien dat ze weer waarom komen. He, dus we nemen deze aanleiding gewoon met twee handen aan om ervoor te zorgen dat er net weer waarom plaatst wordt. En naar de ranen van het dwarp, werd meesten rustiger van worden, he, minder skeer. Wij willen die mast hier niet hebben. Clear. En zet hem op het plak van de gemeente Zelfdel. Een van de kankerpatiënten uit de buurt is Douwe Tilkema. Het gaat op het stuit strieën in met hem. En hij is net de enigste. Zo'n winningen, ongesluitend hier, op mijn winning. Treien die kant uit en treien die kant uit. Daar ben al treien mensen van overleden en de rest had dus kanker. Aan de orenkant van de stralingszender, daar komen we een partij mensen naar zien, wat het mis is en gewoon van overleden binnen. En daar hier in de buurt, daar schijnt het ook nog goed te wezen. Ja, dan begin je natuurlijk wel even naar te vragen, wat is dit? Tilkema docht een emotionele oproep aan de gemeente. Zorg ervoor dat dit ding zo gauw mogelijk verdwijnt. Want je kan hem net omheen. Je zit er te volle mensen die tussen ontaast zijn door kanker. De gemeente Zuidwest-Friesland koelt nog geen commentaar aan.